Bouquet de fleurs, dat zijn eco-friendly boeketjes. Omdat ik ecoflorist ben, werk ik enkel maar met Belgische bloemen, biobloemen en slowflowers. Ik ben in de bloemen gevallen meer dan 20 jaar geleden. Maar met de tijd heb ik echt beseft dat de industrie van de bloemen een enorm impact heeft op de ecologie. Dus dacht ik van, oké, wat gaat er eigenlijk mis en hoe kan ik daar iets aan doen? Om in die eco-friendly spirit te blijven, laat ik eigenlijk de bloemen ook drogen. De bloemen die ik heb niet kunnen verkopen, sommige kan ik wel laten drogen. Dus ik geef hun eigenlijk een tweede kans, een tweede leven. De mensen worden meer bewust over ecologie, zeker over wat dat ze eten. Nu, ze beginnen stilletjes zich ook vragen te stellen over de bloemen en van waar dat ze komen. Dus ze komen niet alleen maar om een mooi boeketje te hebben. Ze komen echt om een eco-friendly boeket te hebben.